Maar ik ook gefeliciteerd, hoe ging het? Ja, ik denk dat ik niet mag klagen. Ik denk dat ik goed speelde. Ik laat hem alleen nog een beetje in de wedstrijd. Ik mis natuurlijk 5 pijlen om 17 voor te komen. Dat wil je zelf niet aandoen, maar het gebeurde wel. En dan moet je scherp blijven, moet je gefocust blijven. Maar ik denk dat ik na de break gewoon weer goed toesla op de juiste momenten. En dat is belangrijk. En vooral in het eerste gedeelte van de wedstrijd ging scoren, dat is hartstikke lekker, toch? Ja, zeker. Ik denk dat ik gewoon een hele goede wedstrijd gooi. En vanuit daar dan krijg je heel veel perspectief, je krijgt veel vertrouwen. En ik denk dat er heel veel te halen valt. Maar uiteindelijk het belangrijkste is dat je de wedstrijd wint. Aan het einde van de wedstrijd misschien scoren wel wat minder. Heeft dat dan ook te maken met dat het toch zo'n lange dag is? Omdat je vanmiddag gewoon een wedstrijd natuurlijk. Ook? Dat kan er allemaal mee te maken hebben. Maar je moet gewoon zorgen dat je de wedstrijd net als dit gewoon redelijk makkelijk wint. En dat geeft je veel vertrouwen naar de dag erna. Want morgen wordt een hele belangrijke dag. We staan natuurlijk in de kwartfinale. En kijk er maar uit. Is het dan lastig als je dan 2 wedstrijden op een dag speelt met dan toch zo'n lange tussenpoos tussenin? Nee, ik heb dat zo vaak in mijn leven gedaan. En morgen ga ik er 3 spelen. Dus er hoort er alleen maar bij. Daar moet je voorbereid zijn. En als je professional bent, dan moet je er ook mee omgaan. In de kwartfinale tegen Danny Noppert, wat voor wedstrijd verwacht je? Danny is een fantastische speler. Ik weet natuurlijk dat ik zwaar de favoriet ben tegen hem. Maar het is wel een hele stoïcijnse goede speler. Dus je moet gewoon heel scherp zijn. Je mag geen fouten maken. En je moet gewoon op je hoede zijn. En dat is het enige wat belangrijk is.